De belangen die nagestreefd worden binnen Ravaksuur zijn voor het bestuur van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren KOL niet duidelijk. Hugo Blanker, voorzitter van de KOL, zei dit vanmorgen op een persconferentie op het ABO-terrein. Blanker zegt dat de KOL het niet zal toestaan dat de rommel wordt geschopt om de tegenpartij te accommoderen. Dat gaan we niet bossen. Wij gaan die toetje bossen. We gaan niet de Ravaksuur bossen, trouwens, we kunnen niet. We gaan niet, de gezamenlijke vakcentrale bossen, dat kunnen we niet. Maar die toetje, die wordt uitgevoerd, die gaan we bossen. Die toetje is dat onduidelijk ding, dat onduidelijk ding. Dat onduidelijk ding. Ik zal u zeggen, wij hebben voorgesteld op een gegeven moment. In die app van Ravaksuur. Van, hoe kan je over gepensioneerden praten? Hij had die pensioenbond er niet bij. BBG had er niet bij. Wij hebben, ik hoop niet dat de voorzitter van de BBG mij het kwalijk neemt, maar wij hebben ervoor gezorgd dat de BBG in die app kwam. Blanker benadrukt dat het geen probleem hoeft te zijn als vakbonden niet op één lijn zijn. De vraag rijst dan wel waarom bonden zoals C47 en KOL worden tegengewerkt, zegt hij. Kijk, ik heb de indruk dat men denkt dat zij alleen knap zijn. Die tegenwerk, kijk, we hebben op een gegeven moment gezegd, ik vergeef het me, het lijkt alsof ik te veel geheime agenda zeg, maar dat kan ik niet zeggen. Ik wil u na die uitzending, na de persconferentie wel de vragen die u stelt, waar ik die naam heb willen noemen. Op een gegeven moment zeg ik aan die man, een bekende vakbondsleider in Rusten nu. Die man heeft goed contact met me en ik zou hem ook in dit verband willen mee betrekken. Die mannen zeggen, ja, ik kan die man als, u kunt die man als adviseur betrekken. Ja, dat is drie, vier vergaderingen geleden. Was je mee? Ik ben eruit. Je bent eruit? Waaruit? Nee, je bent, ik weet, als je eruit bent, call. Ja. Maar in elk geval, die man hebben nooit gevraagd van, hey, benader die man namens ons, doe die man uit. Blanker gaf nog aan dat zij vakbondsleiders zijn en geen vechters. Zij moeten opkomen voor de belangen van hun leden en dat zullen ze blijven doen tot zij worden vervangen.